Hij heeft een looping. Wow, hoe dan? Wauw. Oké, daar gaat hij. Hey, wat leuk dat je kijkt. De lente is begonnen en het wordt steeds mooier weer. En er is niks leukers dan lekker buiten spelen. En misschien heb jij wel eens gehoord van knikkeren. Knikkeren is een spelletje wat gespeeld wordt met deze ronde glazen balletjes. En de grote zijn net even wat meer waard dan de kleine. Je hebt gewone knikkers, minibonken, je hebt bonken, reuzen en de maxies. Maar hoe gaat nou dat spelletje? Het is de bedoeling dat je één voor één jouw knikkers in een potje krijgt. Maar niet van heel dichtbij, nee, van een paar meter afstand. Je trekt gewoon een streep en iedereen moet achter die streep blijven. En lukt het niet in één keer om een knikker in een potje te gooien, dan mag je er ook een paar keer over doen hoor. Maar degene die het snelste, het eerste al zijn knikkers in een potje kan krijgen, die heeft gewonnen. Maar. Dit was het basisspel. En knikkeren is echt helemaal hot. Want ik ga het knikkeren echt naar een next level brengen. Marble Race Tracks. Dit is dus een knikkerbaan van wel 75 centimeter hoog. Wow, dat is bijna zo hoog. En hij heeft zelfs een looping erin. Maar deze hele grote baan zit hier helemaal in deze doos. Aha, want deze baan moet je eerst zelf in elkaar zetten. Er zitten dus een heleboel van dit soort platen in. En die platen kan je uitdrukken. Dit is een knikkerweg. Ik kan je vertellen, deze zul je nodig hebben. Oh, help. Psst. Misschien moet je even papa vragen of hij je wil helpen. Oké, dan moet je die dus daar aan. Ja, het is een beetje hogere wiskunde. Oké, daar gaat hij. Oké, het heeft me wat uurtjes geduurd en ik heb wat hulp nodig gehad met in elkaar zetten. Maar dit is toch wel echt heel erg vet. Dankjewel voor het kijken en vergeet niet een duimpje omhoog te geven. En veel speelplezier